125 jaar, ja, Excelsior, dat is niet niks. Hoe zijn jullie begonnen met de voorbereidingen voor die 125 jaar? Nou, die voorbereidingen die beginnen natuurlijk al vrij vroeg. Het is 125 jaar, is inderdaad niet niks. Dus we wilden dat ook niet zomaar voorbij laten gaan. Anderhalf jaar geleden, denk ik al, is er een jubileumcommissie ingesteld bij Excelsior. En die zijn met een man of 6, 7 zijn die flink aan de slag gegaan om te kijken binnen het bestaande budget om een leuk jubileumprogramma te brengen. En wat ons betreft, wat bestuur betreft, zijn ze daar tot nu toe uitstekend in geslaagd. En dit is eigenlijk, de aftrap is eigenlijk geweest in november al. Het is een najaarsconcert. We hebben officieel afgeteld naar het jubileumjaar. En dit is onze eerste activiteit vandaag, of gisteren en vandaag. En dat is een 24 uur muziekmarathon. En we zijn dik over de helft nu, dus we hopen het vol te houden tot vanavond 7 uur. Lastig om zo lang zoveel repertoire bij elkaar te zoeken? Nou, dat valt wel mee. We hebben een aantal afdelingen binnen de vereniging. Een fanfareorkest, een melodie-percussieband. We hebben een jeugdorkest, een jeugd-percussieband. We hebben een blaaskapel, de Waardgangers. En daarnaast krijgen we nog een paar gasten vanmiddag. De Zalmvissers, bekende chanticoor uit Tammerstol, komt een uur zingen. De schoonvader van mijn dochter, die heeft altijd op bruiloft en partijen gespeeld. En die komt met zijn zoon, met mijn schoonzoon, dus samen ook nog 2 keer een half uur vullen. Ik heb begrepen dat de familie Smits ook nog een stukje invulling doet, zelf, muzikaal. Een neefje en nichtjes. Nou, kijk eens aan, daar zijn we heel blij mee. En allerlei samenstellingen binnen de vereniging. Dus een bugelsectie, de saxofoongroep, de trombonegroep, waar ik zelf toe behoor dan. Die doen nog wat. Dus we zijn wel lang mee bezig geweest om dit voor te bereiden. En om die 24 uur echt vol te maken. Ja, hoe is dat om op een gegeven moment heel de showroom leeg te maken en dan een orkest erin te hebben? Nou, dat is gewoon hartstikke leuk. Mooie ruimte hebben we daarvoor. En zo kan je die vereniging helpen. En ze kwamen eigenlijk met het verzoek. En ik was eigenlijk gelijk wel enthousiast. Natuurlijk is het wat werk. Maar goed, we maken gelijk weer eens even goed de boel schoon. Alle lampen even gerepareerd. Dus ja, hè, het is gewoon leuk om ook zoveel mensen in je bedrijf te krijgen. En wat terug te kunnen doen voor Excelsior. Is het druk geweest? Nou, ik ben niet heel de nacht geweest. Ik ben gewoon naar bed gegaan. Zeker gisteravond aan het begin waren er heel veel mensen. En we zien nu ook het parkeerterrein weer helemaal vol staan. Dus volgens mij hebben ze veel belangstelling. Ja. Terugkijken, denk ik straks, op een mooi evenement. Ja hoor, moe, maar voldaan denk ik. Ja, erg leuk. Ik vind dat ze het heel gezellig hebben met elkaar. Heel veel mensen die toch belangstelling hebben. En dat moet ze goed doen. Ja. Voor herhaling vatbaar? Over 125 jaar. Oké, veel plezier nog.